profvoetballers die leerlingen uit groep 5 van de basisschool aanmoedigen om zoveel mogelijk boeken te lezen. Dat is in het kort wat het project Score een boek inhoudt. En dat boeken lezen is niet zomaar voor de lol, want volgens de organisatie verlaat 1 op de 10 kinderen de basisschool met lees- of taalproblemen. En door meer te lezen kan dat taalgevoel gestimuleerd worden. Waarom zijn deze kinderen vandaag hier in het Willem II-stadion? We hebben nu het fluitsignaal, het grote afsluitende evenement van Score een boek. Dat is 10 weken lang lezen, thuis en in de klas. Zoveel mogelijk boeken scoren. Voor elk boek een stickertje plakken op een poster. En dan aan het einde van die 10 weken hier een grote sportdag met boeken en gezellige dingen. En waarom is het juist zo belangrijk dat kinderen zo enthousiast worden gemaakt over lezen? Omdat lezen heel belangrijk is. Het helpt je echt verder in het leven. Je moet lezen voor school. Niet alleen voor Nederlands of voor taalvakken, maar ook voor rekenen moet je lezen. En voor geschiedenis en voor aardrijkskunde. En later moet je brieven lezen van de gemeente. En voor je werk ga je lezen. Dus lezen is gewoon een heel belangrijke vaardigheid. En in boeken leer je hartstikke veel mooie woorden. En hopelijk lees je zulke mooie verhalen dat het je echt grijpt. En het is wel belangrijk dat inderdaad dat er nog meer gelezen wordt. Want het lijkt er een beetje op dat kinderen lezen minder belangrijk vinden of minder leuk vinden. Maar als ze de goede boeken tegenkomen in hun leven, dan denk ik dat alle kinderen grote lezers kunnen worden. Wat vind jij van het Score een Boek project? Ik vind het wel leuk dat ze het hebben, dat ze het hebben gedaan en dat je dan naar het Willem II stadion mag. Ja. En vind jij lezen ook zo leuk? Ik vind het wel leuk, maar sommige boeken zijn niet echt leuk, sommige raar, maar de meeste wel. En wat is dan bijvoorbeeld je favoriete boek wat je nu hebt gelezen? Donald Duck strips en pockets, die vind ik wel leuker. En hoe is juist lezen en voetbal zo'n gouden combinatie? Je ziet dat kinderen in groep 5, 6, met name jongens, afhaken bij het lezen. En dan zetten we de kracht van de profvoetballer als rolmodel, die zetten we in om ze aan het lezen te krijgen. En dat is wat dit project doet. We hebben Paul Jonk, hebben we dit jaar als boegbeeld. En hij is acteur geweest in een film, eigenlijk zichzelf. Want Paul die kan nog niet zo goed Nederlands. Zijn dochtertje kan beter Nederlands dan hij. Dus hij was een perfect voorbeeld om net als alle kinderen kinderboeken te gaan lezen om Nederlands onder de knie te krijgen. Is dit een project wat bijvoorbeeld volgend jaar ook nog een doorstart krijgt? Ja, absoluut. We zijn vorig jaar begonnen met de intentie om dit elk jaar terug te laten komen.